Oh, natuurlijk hebben we daar wel wat aan. Want we moeten straks Nidorina natuurlijk gaan evolven in Nidoqueen. En dat doe je ook met een Moonstone. Dus we hebben daar zeker wel wat aan. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan lekker verder met onze Nuzlocke Challenge Pokémon Let's Go Eevee. Hier zien we Meowth bovenop liggen en dat betekent dat Team Rocket hier binnen is in Mount Moon. De Nuzlocke Challenge houdt in dat we alleen de eerste Pokémon mogen vangen die we zien. En die, ja, dit is eigenlijk heel oneerlijk dat hij nu despawnt. Dus we gaan voor de volgende. Hij despawnde natuurlijk omdat Jesse en James even wat wilden zeggen. En ze zeggen, hé, je was ons aan het afluisteren. Hé, Meowth, kom eens even. Kijk, daar hebben we Meowth. Jesse zegt, we weten dat hier fossielen liggen. En als je ze vindt, dan moeten we ze aan Team Rocket geven. Nou, dat gaan we dus mooi even niet doen. Je mag dus alleen de eerste Pokémon vangen die je ziet op een route. En dat is hier dus opnieuw een Geodude. Dus deze Geodude, die gaan we even keihard vangen. Yo, Geodude! Dan moeten we wel even, denk ik, een raspberry gebruiken. Voor Geodude. Hoppakeetje. Bam. Op je bakkes. Kom maar in het team Geodude. Kom maar mee. Hey, yes. Oké, nice. En zo hebben we dus eventueel ook een steentype Pokémon nu voor ons team. Dat zou op zich wel lekker zijn. Die kunnen we bijvoorbeeld doen in plaats van Purple. Want Purple is een Rattata, een normal type Pokémon. En onze Eevee is natuurlijk ook een normal type Pokémon. Dus daar hebben we er nu twee van. Een andere regel is dat je Geodude ook een nickname geeft. En ik noem hem Steenkop. Ja, vind ik een leuke naam. En zullen we hem gewoon in het team toevoegen? En dan doen we dat in plaats van Purple. Sorry Purple. Misschien hebben we je ooit nog nodig. Maar voor nu mag je even naar de bank. Doe maar even wisselen, Pietertje. En zo hebben we dus een Geodude in ons team. Voor de rest mogen we nu er eigenlijk helemaal geen Pokémon vangen. Ik heb dat wel eventjes gedaan voor de eerste gym. Anders waren we volstrekt kansloos in de eerste gym. Anders hadden we Brock nooit verslagen. Maar voor de rest mag je eigenlijk geen wilde Pokémon vangen. Ik ga dat ook alleen maar doen voor een gym battle als ik weet dat die compleet hopeloos is. Dat was zo bij de eerste gym. En dat gaan we dus checken of we dat vaker moeten doen. Maar voor de rest gaan we dat niet doen. Voor de rest gaan we niet levelen. Niet zomaar random tussendoor. Dus deze hele grot gaan we doen met het team die we nu hebben. We moeten nu tegen een Butterfree. En ik heb Eevee natuurlijk weer in mijn team. En die stuur ik er dan nu ook gewoon op uit. Doe een quick attack op Butterfree. We gaan hem niet in één keer nakken. Nee, precies. We doen hem niet in één keer nakken. Hij doet een gust. Dat mag van mij. En hier gaan we ook eens eventjes gewoon wisselen, denk ik, van Pokémon. Want we zouden hier in deze grot best wel veel te maken kunnen krijgen met steentype Pokémon, denk ik. Met al die hikers. Terwijl Eevee gewoon lekker groeit. Nee, level 14. Eevee, je gaat lekker, man. Je bent goed bezig. Hij wil Sand Attack leren. Sand Attack heb ik altijd liever dan Tail Whip. Inderdaad, dus Tail Whip mag van mij weg. En daar is Sand Attack. En dan kan ik gewoon deze Pokéball oppakken. Want ik was onderweg naar deze Pokéball. En dit zijn 5 Great Balls. Nice. Let's go, let's go, let's go, let's go. Hé, een Paris. Ja, die mogen we dus niet vangen. Niet dat ik ooit een Paris in mijn team heb gehad eigenlijk. Welke Pokémon zou zij hebben? Zij heeft geen steentype Pokémon. Sky, heb jij zin in een battle? Misschien moet ik Pidgey hier eens even gebruiken voor deze mevrouw. Hallo mevrouw. Die mevrouw wacht tot haar vriend haar gaat vinden. Dus ik wens haar heel veel succes. Maar eerst moet zij eens even battelen met mij, Evelien. Een Bellsprout. Kijk, ik had al zo'n vermoeden inderdaad van een Bug-type Pokémon of een Grass-type Pokémon. Dus dat is helemaal top. Level 8 al wel. Dus de levels die gaan nu wel een beetje omhoog. Wij gaan Gust in ieder geval gebruiken op Bellsprout. Oeh, dat is geen one-hit KO. Dan krijgen we nog een Vine Whip op onze bakkes. Die doet niet heel veel damage. Maar toch. Elk beetje damage is gevaarlijk, hè. Dat moeten we wel beseffen in deze Nuzlocke Challenge. Doei Bellsprout, later. En Steenkop gaat naar level 7. Onze Geodude, onze nieuwe aanwinst van deze aflevering. Let's go. Oh, daar hebben we Jessie. Yo, Jessie, wat sta je daar nou te chillen? Wat ben je daar nou aan het doen? Ze zegt, ah, je bent best wel snel. Oh, nou ren dan maar heel snel weg, Jessie. Wij gaan even hier naar beneden. Het is belangrijk in deze grot om al dit soort kratertjes te checken. Hier kunnen namelijk bijvoorbeeld moonstones liggen of stardust die je weer kan verkopen. Meestal niet in deze gangen, maar wel vaak op de andere verdiepingen. Dus let's go. We gaan dat hier dus even checken. Oeh, een Clefairy. Oh, ja, die hadden we ook wel graag gewild. Hè. Kijk, hier zou bijvoorbeeld iets kunnen liggen. En inderdaad, zie je wel. Dat is die Moonstone die je nodig hebt om bijvoorbeeld Jigglypuff of om Clefairy te evolueren. Deze mogen we niet vangen, dus we lopen er per ongeluk tegenaan. En we gaan ook gelijk weer weg. We gaan alleen hier zo deze Rare Candy eventjes oppakken. Nice, een Rare Candy en een Moonstone. Dat is best wel een goede score. Laten we dan ook even met deze Team Rocket member gaan battelen. Zou die een Zubat en een Geodude hebben? Of één van die twee? Mooie Team Rocket animatie. Team Rocket grunt, let's go. Hij heeft een Rattata. Nou, dat valt alles mee. Ik dacht dat hij misschien wel een Zubatje zou hebben. Maar dat, nou, niet dus. Wij gooien eens even een Gust bovenop zijn bakkers. Hij doet een Quick Attack. Zo, die doet nog best wel wat pijn. Oké, en we moeten ook gewoon 3 keer deze Rattata zien te raken. Laten we dan nu een quick attack doen. Dan zijn wij sneller. Gaan wij hem daarmee killen? Nee, nee. Kijk eens. Kijk hem eens gaan, joh, die Rattata. Kijk hem eens gaan. Nog een quick attack op je bakkes. Hoppa. Doei, Rattata. Later, 37 XP. Is genoeg voor Spruitje om een level omhoog te gaan naar level 13. En dan moeten we even al deze Zoobats ontwijken. Zoveel Zoobats weer, hè, in deze grot. Ik vind die Bellsprout wel echt hilarisch. Dat hij gewoon per se voor je moet lopen. Kijk hem gaan. Ik denk dat het goed is om heel even terug te gaan. Even te gaan healen. Bij het Pokémon Center. Het zekere voor het onzekere nemen in deze Nuzlocke. En ze zijn weer geheeld. Hoppa. Laatst was er iemand die tegen mij zei: ik vind het heel raar dat zuster Joy dus zegt: we hope to see you again. Oftewel, we hopen je weer te zien. Dus eigenlijk zeg je hiermee dat je hoopt dat mijn Pokémon weer schade krijgen. Dat ze weer half kapot zijn. En dat jij ze dus mag verzorgen. En waarom hoop je mij te zien? Het is raar. Ik ben het wel een beetje met die gozer eens die dat zei. Dat is super weird. Je hoort niet blij te zijn als ik in een Pokémon Center te gaan. Je hoort het niet te hopen om mij daar nog een keer te zien. We hebben hier in ieder geval een Awakening. Welke... Deze gast heeft fossielen. Zou het slim zijn om Spruitje nu te gebruiken? Ik weet niet meer welke Pokémon hij heeft. Het zou nog wel eens gevaarlijk kunnen zijn dat wij Spruitje hier willen gebruiken. Dan moeten we heel snel switchen als dat niet de goede keuze blijkt te zijn. Jij hebt volgens mij best een goede Pokémon. Je hebt een Grimer. Ja, ja. En dat is een ding, jongens. Want zijn Poison-type attacks zijn natuurlijk super effectief tegen mijn arme Bellsprout. En ik heb nog geen Ground- of Psychic-type attacks. Dus ik heb nog niks wat super effectief is tegen Grimer. Dus ik moet toch maar eventjes terugschakelen, denk ik, naar Eevee. Hij gebruikt wel Pound. Ken jij dan misschien nog geen Poison-type attacks, Grimer? Is dat jouw probleem? Hij kent wel Poison Gas. En dat is niet tof. Wij zijn nu poisoned. Ah nee, dit is niet relaxed. Dit is helemaal niet chill. Wij moeten voor dit soort dingen in een Nuzlocke heel erg uitkijken. Sommige poison type moves zorgen ervoor dat de poison steeds erger wordt. Die heb je ook. Als je badly poisoned bent, dan gaat die poison steeds meer damage op je doen. En dat is pas echt een probleem. Dat kan er soms voor zorgen dat gewoon de helft van je health bar weggaat. Dat hebben we nu gelukkig niet. Daar hebben we nu geen last van. En we hebben Grimer verslagen. Dus dit viel nog mee, maar dit zou een potentiële kandidaat kunnen zijn waarop je struikelt in je Nuzlocke avontuur. Zo, even een antidote en een potion aan Eevee, anders moeten we weer helemaal teruglopen. Laten we het nu maar gewoon op deze manier doen. Hoi Clefairy, ik mag je niet vangen en ik vind het zo jammer. Ik ga wel even Bellsprout nu weghalen, want ik wil continu op A drukken in die kraters. Maar Bellsprout loopt dus de hele tijd voor mijn voeten. Kom maar, Butterfree. Butterfree, jij mag even met mij meevliegen. Ja, leuk. Butterfree, gezellig. We vinden hier een Ether. Deze guy heeft denk ik bugs? Nou, ik weet niet. Laten we maar gewoon gaan vechten met hem. Let's go. Welke Pokémon heb jij dan? Youngster Robbie heeft een Mankey. Een Fighting-type Pokémon. Ja, die kan problematisch zijn voor Eevee natuurlijk. Go, Spruitje! Ik heb niet echt iets wat super effectief is, dus we gaan maar gewoon Vine Whip doen en kijken hoe ver we komen. Zo! Zo, Spruitje, dat doe je eens even goed. Lekker man. Pidgey Sky groeit naar level 13 volgens mij. En Queen ook. En Pillar, onze Butterfree, groeit naar level 11. Dit was een lekkere battle voor ons team, zeggen we dan. Even die kraters checken. Ja, volgens mij op deze vloer kunnen we niet zo heel veel vinden in die kraters. Misschien die krater hierboven ergens. Daar ligt volgens mij wel soms wat in. Even die stenen pilaartjes ook checken. Nee, hier ligt ook niks in. Misschien hier? Ja, zie je, hier wel. Hier ligt Stardust. Dus onthoud dat als je in deze grot bent. Daar kan je Stardust vandaan halen. En voor deze battle ga ik denk ik even wisselen naar Sky. Hallo. Het is hier groter dan ik dacht, zegt ze. En nu krijgen we dus te maken met een Clefairy. Ja, Fairy-type Pokémon, dames en heren. Daar zouden we dus eigenlijk Nidoran voor kunnen gebruiken. Maar ik ga eerst eens even kijken hoe ver Sky komt. Sky, doe maar een Gust. Nou, dit gaat redelijk goed. De Fairy gebruikt wel een Defense Curl. Dat betekent dat haar defense dus omhoog gaat. En volgens mij flink ook. Volgens mij gaat dat in één keer best wel veel omhoog. Oké, we hebben nu een critical hit? Nee, dat valt mee. Clefairy doet een pound. Ik denk dat we Clefairy nog 2 keer moeten raken. 1. Ja, daar had hij nog een klein beetje HP over. Gebruik ze Growl en dat vind ik helemaal top. En dan valt ook dit wel weer mee, jongens. Ik ben benieuwd waar Jesse en James straks mee aankomen zetten. Of die mij het een beetje moeilijk gaan maken allemaal. En anders denk ik dat Misty het me wel moeilijk kan gaan maken in de volgende stad. Steenkop groeit naar level 8 in ieder geval. Onze Geodude. Let's go. Hey James. Hoe is het, vriend? Gaat het goed? Ben je lekker aan het chillen hier zo? Hij zegt, stop met ons te volgen. Sorry hoor. Ik wist niet dat je boos werd. Nergens voor nodig om boos te worden, man. Gaan we eens even hier naar beneden. Kijken of hier nog wat ligt. Kijk, hoppakee. Nog een Moonstone. Lekker, man. We hebben gewoon al 2 Moonstones gevonden. Niet dat we er iets aan hebben, denk ik, in deze Nuzlocke Challenge. Tenzij we ergens een keer een Clefairy of een Jigglypuff tegen gaan komen. Maar voor de rest, ja, hebben we er niet super veel aan. Maar het is wel goed voor jullie om te weten dat je hier dus best wel makkelijk Moonstones kan gaan vinden, jongens. Oh, natuurlijk hebben we daar wel wat aan. Want we moeten straks Nidorina natuurlijk gaan evolven in Nidoqueen. En dat doe je ook met een Moonstone. Dus we hebben daar zeker wel wat aan. Oh, nice, nice, nice. Ha, nu ben ik weer hyped, jongens, voor die Moonstones. Ben je hier ook gekomen om deze grot te exploren? Ja hoor, tuurlijk. Maar eigenlijk wil ik gewoon door naar de volgende stad. Youngster Josh. Die gooit er even een Sandshrew uit. Wie had ik voorstaan? Volgens mij een Sky, hè? Oké, dat is nice. Dit is helemaal top. Want met een Gust kunnen we Sandshrew best wel wat pijn doen, volgens mij. Nou, het valt wel mee. Maar in ieder geval meer dan de helft. Hij doet wel een Sand Attack. En van Sand Attacks word ik nooit heel erg blij, hoor. Ah, kijk, dat bedoel ik. Nu kan hij me scratchen. Omdat wij missen. Kunnen we hem nu wel raken? Ja, met deze Gust raken we hem wel. En dan is het klaar met Sandshrew. Doei Sandshrew. Sandshrew vind ik een hele leuke Pokémon trouwens. Die zou ik ook wel in mijn team willen hebben. Ground-type Pokémon zijn echt heel erg handig voor Koga straks. Ja, daar hebben we eigenlijk wel Ground-type Pokémon voor nodig. Dat zou wel super chill zijn. Oké, de volgende battle is voor Spruitje tegen deze guy. Die heeft sowieso Geodude. Sowieso, moet wel. Hoeveel Pokémon heb jij eigenlijk? Hiker Marcos, je hebt er 2. Ja, dan heb je sowieso Geodude. Ja! Nog een Steenkop, jongens. Doe een Vine Whip op zijn bakkes. Kablam. Ja, dit is easy, man. En volgens mij heb ik best wel een goede Bellsprout. Dus ik zie hoe snel die HP eraf gaat bij die Geodude. Dan ging dat echt heel snel. Ik heb wel vertrouwen in mijn spruitje. Nog een keer, Fine Whip. Bam! Lekker. En Marcos verslagen. Dan gaan we hier naar boven. Pakken we deze Pokéball op. Bij die gast hier bovenin kan je altijd Pokéballs halen als je Pokéballs op zijn. Volgens mij word je dan zelfs naar hem getransporteerd als ik het goed heb. Hé, hey, Miauwf! Miauwf! Hey, wat ben je aan het doen? Hallo! Jammer dat die Miauwf niet praat. Dat had ik wel heel erg leuk gevonden als deze Meowth gewoon zou praten. Oh, sorry. Waar kom jij opeens vandaan, Clefairy? Ja, ik mag geen niet vangen, dus ik ga gewoon wegrennen. Sorry, doei. Let's go. Oké, volgens mij lag hierboven inderdaad een Pokéball. Nice. Hebben we een revive. Waar we helemaal niks aan hebben in onze Nuzlocke Challenge. Let's go. Ligt hier nog wat in deze krater? Nope. Ik heb zo'n gevoel dat hij een Zubat heeft. Waarom dat is weet ik niet. Maar die moet ik dus sowieso niet laten battelen tegen mijn spruitje. Tegen mijn Bellsprout, jongens. Hij heeft een Drowzee. Oh, Psychic. Oké. Ja. Dan heb ik even helemaal niet de goede Pokémon voor staan, jongens. Laten we dan maar toch even schakelen naar Eevee. Kom op, Eevee. Hypnosis. Oeh, dat had heel erg vervelend geweest, want we hebben namelijk geen Awakenings. Dus dat zou ik niet heel erg leuk vinden, als dat zou lukken. Hij gaat nu Confusion doen. Als die Confusion had gedaan bij Nidoran, hè, dan hadden we denk ik best wel wat damage gepakt. Maar dit gaat nog wel lukken. Oké, Drowzee. Dit gaat nog wel lukken. Later. Lijkt echt op een tapier, hè, die Drowzee. Steenkop groeit naar level 9. En die wil Rock Throw leren. Ja, dat wil ik ook wel. Doe maar in plaats van Bite. Bite is zo'n move, die gebruik ik echt nooit. Jee, Team Rocket Grunt verslagen. Dat ging lekker, jongens. Zubat, wil je even uit de weg? Want ik moet even deze Pokéball pakken. En daarna moet ik er weer langs, hè? Ja, oké. Doei Zubat. Doei Paris. Daar zijn ze, Jesse, James en Miauwf. En ze zeggen die donkere dingen daar beneden. Zijn dat geen fossielen? En Miauwf moet ze maar eens even gaan pakken. En Miauwf heeft daar geen zin in. Moet ik jullie battelen? Nee, nu nog niet, hè? Nee, oké, doei. Let's go. We gaan hier naar boven. Dan staat hier als het goed is nog zo'n guy van Team Rocket de wacht te houden. Ja. Oh, het is een meisje. Weer een revive. Wat heb ik daar nou aan? Bonjour, madame. Tu wil een battle met mij? In mijn beste Frans. Als jullie weten hoe lang het is geleden dat ik Frans heb gehad. Dat is echt heel lang geleden. Hé, hier hebben we eindelijk die Zubat. Yo, Zubat. Go, queen. Go get him. Oké, bite en double kicks zijn niet handig. Poison Sting ook niet, dan gaan we maar gewoon voor Scratch. Gaan we even kijken wat Scratch doet. Kan je hem... Oh, Wing Attack. Dat is vrij sterke aanval is dat wel. Maar het is niet super effectief, dus we hoeven er niet heel bang voor te zijn, denk ik. Over Supersonic trouwens wel. Dat is echt heel erg naar. Supersonic is zo vervelend. Kan het wel 1 keer proberen om Zubat alsnog te gaan pakken. Kom op, Queen. Ja, goed zo. Scratch. Ja, Zubat fainted. Lekker. Goed gedaan, Queen. Ik ben trots op je. En dan mogen we nu een fossiel gaan uitkiezen. Ligt hier misschien ook nog wat in deze steen? Nee, helaas. En hier in deze krater... Oh, wacht. Ik moet eerst even een fossiel gaan uitzoeken. Hij zegt, ik heb deze gevonden. Ze zijn allebei van mij. Oh ja, we moesten natuurlijk ook battelen met die guy. Dat was ik even vergeten. Dit zijn de gevaren van de Nuzlocke Challenge, jongen. Dat je vergeet dat je een bepaalde battle moet doen. We moeten tegen een Voltorb. En ik ben benieuwd welk level die Voltorb is. Welk level ben je? Voltorb is level 10. Ik ga maar even een bite proberen. Voltorb gebruikt Lightscreen, dus die gaat zichzelf beschermen tegen special moves. Nou, dit is geen special move, dus dat is top. Oh, als een keer een Voltorb gewoon eventjes keihard Explosion doet of Self-Destruct, hè, dan kan je gewoon in één keer down gaan. Ben je gewoon je Pokémon kwijt, hè, in de Nuzlocke Challenge. Deze Voltorb, die kent dat nog niet. Die is nog te low level daarvoor, dus dat scheelt. Daar ben ik wel blij mee. Deze Voltorb gaan we wel verslaan. Hoppakee, lekker gedaan, Queen. Heel goed, 54 XP. En Eve groeit al naar level 15. Krijgen we nu te maken met een Magnemite. Dat had handig geweest als wij een Fire-type Pokémon hadden. Dan hadden we super effective moves tegen Magnemite. Maar Magnemite is ook Steel, dus ik ga er een beetje vanuit dat mijn Double Kick, wat een Fighting-type move is natuurlijk, dat die ook super effective is tegen Magnemite. Magnemite, level 10 Magnemite. Let's go, Eve. Go get him, hoppa. Kijk, dat is toch ook wel lekker dat we Fighting-type moves kennen nu al, jongens. Dus gewoon klaar met die Magnemite. Hoppa. En zo hebben we Miguel ook verslagen. Ja, en dan mogen we nog fossiel van hem uitkiezen. Terwijl ik zoiets heb van, ja, ik hoef dat niet eens per se. Het is niet dat ik dat nu ijs of zo nu een keer verslagen heb. Maar goed, ik ga dan denk ik voor de fossiel van Kabuto. Niet dat het heel erg uitmaakt, want je kan later in de game nog veel meer fossielen gaan vinden. Maar goed, weet je, prima. Dankjewel voor je fossiel, man. Dankjewel. En dan is dit ook het moment om deze video weer af te sluiten. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze Nuzlocke Challenge tof vindt. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/rikachu. En drop ook gewoon even die follow op Instagram of zo. Dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video.